Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wilde eigenlijk beginnen met een heel positief verhaal over de nieuwe staat van de Unie van dit kabinet. Maar ja, toen kwam toch dat artikel van de heer Blok in de Financial Times. Heb je toch een beetje verpest. Omdat ik dus daar nu op in moet gaan, heb ik het positieve deel moeten schrappen. Dat is wel jammer. Met name natuurlijk ingaande op de institutionele coup d'état van het Europees Parlement bij de spitsenkandidaten. Aangezien ik zelf spitsenkandidaat ben, moet ik daar wat over zeggen. Ik denk dat het verdrag heel duidelijk is. Het parlement stemt in met de voorzitter van de commissie. Ja, die wordt voorgedragen door de raad, maar uiteindelijk stemt het parlement in. En het parlement stelt van nu dat we van tevoren duidelijkheid willen hebben. Wie gaat dat worden? Wie gaat de meerderheid in het Europees Parlement bouwen? En met wat voor een programma? Die duidelijkheid van tevoren is nodig zodat de kiezer weet waar ze voor gaan kiezen. Dat ze weten dat als je CDA stemt, dat je Manfred Weber krijgt. Ik denk dat meteen de populariteit van het CDA nog verder terug zal lopen. Dat is wat wij willen. Dat is geen coup d'état, dat is democratie, dat is transparantie en dat is beter dan de achterkamertjespolitiek van de lidstaten die ze het liefst willen zien. Dat was mijn tijd voor het positieve over de staat van de Unie. Wat volgens mij van belang is, dat als wij naar de Unie kijken, is dat het Europese samenwerking cruciaal is, dat we die moeten versterken en dat lees ik ook in de staat van de Unie. Maar ik vrees een beetje als ik het lees dat de minister en de premier Europa zien als een vaasje. Een vaasje dat je moet vasthouden en moet koesteren. Terwijl Europa alles is behalve een vaasje. Dat is een uiterst conservatief denkbeeld. Europa is een huis. Europa is een huis dat verbouwd moet worden, dat energie-efficiënt moet worden, dat juist vernieuwd moet worden en dat we moeten gaan aanpakken. Dat is Europa, geen vaasje dat je dicht tegen je aan moet drukken en daarmee alleen maar kapot kan maken. En daarmee zijn de thema's die het kabinet stelt, die kunnen wij volgen. Migratie, veiligheid, economie, klimaat, hele duidelijke thema's. Met name op klimaat zult u GroenLinks aan uw zijde vinden. Ik denk wel dat u soms uw eigen partijen in deze Kamer nog wat vaker moet overtuigen. Maar misschien heeft het Malieveld geholpen vandaag. Maar waar de Unie echt moet veranderen is op sociaal gebied. En daar is de staat van de Unie ongelooflijk mager. Knelpunten aanpakken in grensoverschrijdende arbeid, het Europees Sociaal Fonds, gemeenschappelijke doelen en normen. Dat is niet de kern van het probleem van een gebrek aan een sociale Europese Unie. Het grote gebrek, het grote probleem is dat multinationals nog steeds nauwelijks belasting betalen. Dat lidstaten, Nederland voorop, nog steeds bezig zijn met de race to the bottom over winstbelastingtarieven. Die lopen elk jaar verder terug. Google, Amazon, Facebook hoeven geen belastingen te betalen en het voorstel waar het nu naartoe leidt is dat bedrijven als Apple en Amazon ook geen belasting meer zullen betalen, maar het gaat alleen nog maar over advertentieinkomsten. Keer op keer faalt Europa om ervoor te zorgen dat multinationals een eerlijk belastingniveau betalen. En dit kabinet zou er iets aan kunnen doen als het zou bepleiten dat Europa meer te zeggen krijgt op belastinggebied. Juist ervoor te zeggen, en er is zelfs een artikel voor, want dit kabinet houdt niet van verdragswijzigingen. Artikel 116 zegt dat als er grote marktverstoring is, dan zou je van unanimiteit naar meervoudigheid van stemmen kunnen gaan. Juist het niet betalen van belastingen door multinationals is een ongelofelijke verstoring van die interne markt en zou dit kabinet moeten aangrijpen om ervoor te zorgen dat bedrijven eindelijk eerlijke belasting gaan betalen. Hetzelfde in de sociale dimensie is het grote probleem dat de begrotingsregels alleen nog maar technocratischer moeten worden toegepast. Een Europese commissie die er als ambtenaren zitten technocratisch een spreadsheet bekijken. Is dat echt de manier waarop dit kabinet denkt dat de Europese economie geholpen gaat worden? Ik rond af, voorzitter. Bij GroenLinks zijn we blij dat dit kabinet eindelijk wat minder achterhoede gevechten houdt over Europa. Maar dat de fundamentele discussie over sociaal Europa echt nog verder gevoerd moet worden. Want als we dat niet doen, zal de verdere draagvlak voor Europa alleen nog maar meer eroderen. En dan kunt u nog steeds minder doen. En dan gaat het vaasje pas echt kapot. Dank u wel. Dank u wel.